Yes. Even kijken. Horen jullie mij? Is dat, dat is even één dingetje. Ben benieuwd of jullie mij horen. Dus graag even in de chat gooien als je me hoort. Zeg gewoon banaan of zo. Dan weet ik dat. Even kijken. Die. Is goed, dus horen jullie mij toch? Hoop ik, in ieder geval. Ben ik te verstaan? Yes, oké. Welkom bij ronde 10, Groot-Brittannië, sprintrace, short kwalificatie en 26 spannende rondjes op dit o zo mooie circuit. Ik heb, als het stil valt, lekker veel informatie, want Silverstone, heel oud circuit. Even kijken, is geopend in 1948, verbouwd in 2010. Dus daar gaan we, in kwalificatie, nu al. Lekker. Hoppa. Ik heb er zin in. Als ik deze nou even zo doe. En dan. Ja, de sprong nog zo. Oh, heel mooi. En dan doe ik deze hier. Perfect. En dan kan ik Discord gaan even openen. Hoppa T. Vijf mensen aan het kijken. Welkom, welkom, welkom. Waarom de fuck hoor ik Brammy? Is dat een optie dat ik even mensen kan muten? Audio. Even kijken. On. Peter. Is gemute. En we gaan gelijk naar buiten. Met Mr. Sweaty Fishy. Wat een nieuwe mensen allemaal. En we hebben Jamie op de intermediates. Even kijken. Full track map aan. Best. Nou ja. Dit is volgens mij alles wat nodig is. En dan hebben we de beide Alfa Romeo's. Direct achter elkaar, inderdaad. De Alfa Romeo's naast elkaar. Ik hoor Bram nog steeds. Wacht. What the fuck? Huh? Multiplayer. Aan. Ik snap er echt geen bal van. Zal wel. We hebben Jamie hier. Maar de eerste die naar buiten ging is meneer Sweaty Fish. Maar die staat niet meer op nummer 1. We gaan meekijken. Met de Alfa Romeo van Max Man Brush. Dit geluid staat tering hard. Oké, dat is beter. Even kijken, we gaan het wel even clean houden. De telemetrie gaat uit. En dan kijken we door de laatste bocht van dit o zo geweldige circuitje. In totaal 20 bochten. Dus er is veel te doen. Veel te gaan, veel te gebeuren. Er kan van alles gebeuren. Safety cars zijn hier niet onbekend. Die zie je wel vaak. Op het rechte stuk.
Van Silverstone. Heel mooi circuit. Wacht, what the fuck? Dit is... Ja, dit is beter. Nee. What the fuck? Ik heb hier... Afbeelden. Ik mis hier gewoon een heel rondje die door Max geïnvalideerd is. Dan hebben we hier de Hypo de Ayuhuri 28. Hij is ook geïnvalideerd. Waarom invalideert iedereen? Jongens. Oh mijn god. Fishy, die rijdt nog wel. Die rijdt nog wel, door de laatste bocht. Hou je gas goed in de gaten. We gaan ervoor met een 1.27.6 als eerste bankenlap. Daar heeft Finn Vine heeft er zin in. 1.27.3. En dan komen er een hele groep autootjes aan met Colin. Een 1.27.0. En dan hebben we de haas van Magical Reward. Oh mijn god, er zijn veel mensen die snel gaan. De tijden die schieten maar door. We hebben Colin en Reward. P3 en 4. De haas. Drivers. We hebben Toby Raider op een 1.26.9. De eerste coureur op dit moment in de 26ers. En Joppe, die gaat er bijna onder. Het zijn 27.000 voor de P2, 3 en 4. En Magical Reward heeft er zin in. We houden van grasmaaien. Hurry is weer geïnvalideerd. De McLaren van Quickly is ook geïnvalideerd. We hebben Duncan, die zit in een outlap, is net begonnen. Spoederman rijdt op dit moment in zijn rondje. Terwijl Milan met een 26-4 gaat op pole position in zijn Red Bull. Hier kan je makkelijk spinnen. Hou je gaspedaal in de gaten. Alpine die netjes aan de kant gaat. En dan gaan we door een heel mooi bochtje. Kops corner. Altijd een mooie bocht. Meer kan ik er niet van zeggen. Waar de flip. Ah, dit. Ja, maar dit is een... De bochtnamen. Ik wil de bochtnamen hebben. Oeh, ja, dit is mooi. Dit is mooi. Terwijl Spoederman naar Vel gaat. En dan gaat hij door Club. Ja, ik ken die bochtennamen. En dan gaat hij naar de International Pits Street. En dan gaat hij naar P2 met een 26.7. Nog steeds 3/10 van Milan af. Terwijl we hier Duncan hebben in een outlap. Dan gaan we even meekijken met Duncan in de Red Bull. Kan die zijn teamgenoot verbeteren in rondetijd? Als we het rondje gaan... Wat? Ja, nee, als we het rondje gaan beginnen. Door Village heen. Hier kan je ook heel erg makkelijk spinnen. In zijn tweede keer gaat hij. En daar is hij op de Wellington Straight. Een beetje wijd, mist een klein beetje de apex. Maar dat maakt niet uit, zolang hier je exit goed is. Als je hier spint, dan is je hele rondje gewoon voorbij. Gevaarlijk stukje, hij heeft hem wel. Duncan Promaster, de Promaster. Inkopscorner. Hou hem binnen de lijntjes. Als we door Mackets en Beckets gaan. Oeh, en daar maakt hij een foutje. Dat gaat je minimaal 2/10 kosten. En vooral met de exit. Terwijl hij wel een paarse tweede sector neerzet. De vraag is of dat de game
zegt of dat het echt zo is. En dan gaat hij off-track, maar houdt hem binnen. Op een of andere manier is hij niet... Heeft hij niet zijn rondje verloren? Dat wou ik zeggen, kwam er niet goed uit. Door de laatste bocht. Over de lijn. En het is P12 met een 27.8. Een aantal foutjes. Makkelijk te verbeteren. Als er een gele vlag is. Door mensen die denk ik aan de kant gaan. Jamie van Delden is in een rondje. Achter de Williams aan. Sorry. Williams gaat heel netjes aan de kant. Op de National Pitstraat. Doorkopscorner. Op naar Maggis en Beckers. Maar hij heeft een track limit gekregen. En dat wil je niet hebben. En meerijden. Die gaat ook eventjes door Woodcote. Over de National Pit Straight. En een doorkopscorner. Houdt hij hem wel binnen de lijntjes? Jazeker. Door Mackets. En door Packets 1. Dan heb je Chapel. En dan heb je de Hanger Straight. Totdat je aankomt bij Stowe. Ja, wat is mijn track knowledge weer tot de max. Terwijl Bone Clan eventjes langs zijn haas rijdt. En dan zien we aan de rechterkant, zagen wij een Alfa Romeo binnenkomen. Voorzichtig op je gas hier, want je kan hier ook heel makkelijk spinnen. Dan heb je zo'n mooie ronde gereden. En dan spin je op het laatste moment, dat wil je niet hebben. Een 35.3. Zit zeker wel wat verbetering in. En Milan. Die heeft er zin in. Die gaat even een rondje starten. Onze pole position. Met nog 8 minuutjes te gaan. Kijken of onze poleman een snellere pole neer kan zetten. Op dit moment een 26.4. Als we de Williams eventjes zagen glijden. Lekker Bram. Laat Bram koken. Dan gaan we eventjes door Luffield heen. Als ik het goed uitspreek. Mijn Engels zegt fucking shit. Maar ja, daar gaat het niet om. Door Woodcote. Op de National Pit Straight. En heb je, net zoals altijd, de legendarische kopscorner. Waar Max Verstappen door Lewis Hamilton werd geraakt in 2021. Hevig crash. Hopen dat het hier niet gebeurt. Hele mooie beelden dit. Als hij 2/10 in de plus zit. Dus als hij nog wil verbeteren. Dan zou Milan. In de laatste sector echt heel veel moeten pushen. Om er nog tijd uit te kunnen winnen. En misschien is dat wel hier. Dat hij net te laat op zijn gas ging. En nu te vroeg. Of op tijd. Nee. Hij gaat er met 3/10. Vanaf. Of er gaan 3/10 bij het rondje. Maar dat maakt niet uit. Zal wel. Spoederman. In de verbetering. 1/10. Gaat nu door sector 3. Als Quickly eventjes sneller gaat. Met een 1 minuut 26.1. Dat is 3/10 sneller dan Milan. Spoederman door de chicane. Door Phil en Club. En de start-finish. Zo, jezus, wat erg. En dan is het een 26.118. Een 700ste sneller dan zijn teamgenoot. De McLaren, ze lijken snel. Alfa Tauri ziet er ook wel snel uit. Zitten hier alleen op elkaar te wachten. En dan hebben we Colin die doorkopscorner rijdt. Inkomen in Maggots. Niet te snel gaan hier door Beckett zijn. Nee, dat is Chapel. Jezus, wat zijn we weer goed.
op de Hangar Straight. Kan Colin er wat tijd aan... Oh, wacht. Hij rijdt een beetje heel erg traag. Ik denk dat dit... Ja, ik denk dat hij naar binnen gaat. Colin gaat eventjes naar binnen. Oh, die gaat iets te snel. Trekt aan de handrem. Als we zoppen in de Mercedes hebben. Gebruikt de maximale baan. Raakt de curbs op de apex. Raakt niet de sausage curbs, want die kunnen je naar de maan vliegen. Dat is niet normaal. En als Joppe dan naar P5 gaat met een 26.493. En dan hebben we Bram Gamer in de Alpine. Door sector 1. Op dit moment op P3 met een 26.2. Zit hij in een lap? Is de vraag. Ik denk het niet als hij 17e in de plus zit. Zit Duncan in de rondjes? Ja, zeker met 15e verbetering. Kan die wat plekjes stijgen met 15e verbetering? Hij komt dan op P13 uit. Door de laatste bocht heen. En het is P10. Hele goede ronde van Duncan met een 26.9. Als we Joppie hier hebben. Die zit in een outlap, verwacht ik. Dan hebben we de Alfa Romeo van Max. Die over de Wellington Street is gegaan. Naar Brooklands. Door Luffield. Door Woodcote. Bijna. Woodcote is hier. Als er nog 3 minuten te gaan zijn. In de kwalificatie. Naar de sprintrace. Vergeet dat niet. Er is een sprintrace. Met een... Met 12 rondjes of zo. Jezus, ik weet het niet. Ik ben dom. Daar komt het op neer. Door Maggots & Beckets. Door Chapel. Op de Hangar Straight. Met een, bijna een seconde verbetering. Volgens de game dan. En dan gaat hij optrekken. Dan gaat hij een invalidation aan. Snel de pits in. Proberen een outlap te creëren. Colin die zit nog steeds in de pitlane. Toby zit... in een lap. Als we hier door Village gaan. Als we hier door de loop gaan. En door Aintree. Bijzondere naam. Op de Wellington Straight. Op dit moment Toby met een 1.26.7. Een 10e verbetering. 900ste. Gaat wel paars in de eerste sector. Kan die wat proberen? Kan die wat magie uit zijn AlphaTauri gooien? Of in zijn AlphaTauri krijgen? Gaat die een pole position pakken is de vraag. Als we door kopscorner zijn gegaan. Op naar Maggots en Beckets. En dan nog Chapel. En dan de Hangar Straight. En dan nog Stouffville en Club. En dan de lijn. Waar alles in één keer kan eindigen. Als er nog 1 minuut en 45 seconden te gaan zijn. Toby die door de laatste bocht probeert te gaan. Die een pole position misschien eruit kan krijgen. Wat gaat het worden? En 1 minuut 26 .298. Niet genoeg voor wacht. Oh. Het was een invalidation. Toby is klaar. Vindy is in de plus. Die gaat zijn rondje niet kunnen maken. Gaat zijn rondje wel kunnen maken, maar niet het rondje waar die in zit. Als er een ontstopping hier ontstaat, omdat Colin een paar mensen er langs probeert te laten. Spoederman. Recht achter Colin. Colin die spoedermannen denk ik eventjes voorbij laat. Zodat hij zijn eigen rondje kan beginnen. Zijn teamgenoot die komt er wel aan. Dat wordt nog wat. Geven ze ook... Ze geven elkaar slipstream. Colin geeft denk ik zijn teamgenoot slipstream. Terwijl zijn teammate... Verbeterde naar een 26.5. Zijn teammate die zit nu voor Colin.
Kijken of Colin er nog wat uit kan krijgen. Als de kwalificatie al bijna geëindigd is. Op de Wellington Straight. Naar Brooklands. 1/10 verbetering al in sector 1. Dat betekent op dit moment, als hij overal 1/10 wint, wint hij 3/10, gaat hij naar P7, gaat hij zijn teammate verbeteren. We zullen het zien. Als hij door kopscorner rijdt, mijn uitspraken zijn echt shit vandaag, daar gaat het niet om. Door Maggots en Baggots. De timer van de kwalificatie is op nul. Als je nu over de lijn gaat, dan kan je niet meer een rondje starten. Je moet nu in een rondje zitten of het is klaar. Er zijn al heel veel mensen die niet verder meer kunnen. Als Colin hier door de laatste paar bochten gaat, probeert hij alles uit te krijgen met zijn 1 minuut 26.8. Als Spoederman met 2/10 nog verbeterd naar een 1.25.9. En Colin recht achter zijn teammate met een 1.26.6. En een Wierzoppe die heel erg ongelukkig zijn rondje niet kon afmaken door een invalidation. Als Milan 3/10 in de verbetering zit, als hij off track gaat, is alles voorbij. Kan hij geen pole position meer halen. Wat gaat het worden? Als we hier door club gaan. En 1 minuut 25.8. En dat is een pole position voor Milan. Een geweldige ronde. Maar er kan natuurlijk van alles nog gebeuren in de sprint die hierna volgt. We hebben op dit moment Milan in de Red Bull op pole position. Dan hebben we de twee McLaren, Spoederman en Quickly op P2 en 3. Dan hebben we Bram in P4. Omeneknor in P5. Dan hebben we Toctavia P6. Joppe P7. Magical Rihard P8. Colin op P9. Toby op P10. Vine op P11. Colin, andere Colin, op P12. Duncan op P13. Fishy op P14. Hurry op P15. Jamie op P16. Max op P17. En als laatste Bone Clan Fate in de Williams op P18. Het is heel erg close allemaal. Er kan van alles gebeuren. En als jullie nog niet wisten, de snelste ronde van Formule 1 op Silverstone is een 1 minuut 27.0. Gereden door Max Verstappen in 2020. Enige ding is wel, dat rondje is nu wel volledig verbroken door Milan. Misschien ook een leuk feitje om te weten. Het circuit van Silverstone. We beginnen gelijk al. Vijf rode lampen. Die zijn uit. En is het een goede start van iemand? Er is een Alfa Tauri die hier heel goed weg is. De Red Bull houdt zijn pole position van Milan. Er gaat al heel veel mis. Er gaat heel veel mis. Er liggen een aantal mensen eraf. Nog steeds. Milan op P1. Quickly die hem ernaast gaat zetten. Lukt hem het? Nee, het lukt niet. Dan heb je Bram Gamer die... Jezus, wat gebeurt hier allemaal, jongens? Bram Gamer die heeft op dit moment Quickly eraf getikt. McLaren stonden P2 en 3. Zitten nu P16 en 17. Wat gebeurt hier? En dan hebben we hier een move van Toby. Op de Haas van Magical Reward. Side by side. Als ze hier op de National Pit Straight zitten. 3 wijd in kopscorner. Het gaat nog maar net goed allemaal. Als Milan zijn rondje goed bezig is om die toe weg te halen. Hij zit al een seconde voor Joppe. Joppe die echt moet pushen.
Toby die recht achter de haas zit. En dan hebben we nog een spin. Nog een spin van Vine. De possible strategies zijn gewoon one-stoppers. Nul-stoppers bedoel ik. Soft en medium. We gaan even kijken of er iemand heeft gekozen voor de medium op 9 rondjes. Even kijken. Er zijn zeker wel wat mensen op de mediums. Bram die op de medium. Bram zit op de mediums. We hebben Jamie op de mediums. We hebben Quickly op de mediums. En we hebben Spoederman op de mediums. Die zijn sneller in de eindfases. Maar de softs die verwachten om 9 rondjes wel aan te kunnen. Bram die een treintje maakt. En als Toby heel erg dicht achter de haas zit. Hebben we hier een side-by-side moment. Met Colin en Max. Max die de plek heeft gepakt. Colin die er recht achter zit. Colin, hij gaat ervoor. Hij gaat ervoor in Brooklyn's. Gaat hij hem inhalen? Dat lukt net niet. Side-by-side nog steeds. Door Leveld 1. Als ze hier opeens een Aston Martin van Jamie erbij hebben. Terwijl Max zit te knipperen. Wat een battle, jongens. Magical Reward heeft 3 seconden voor multiple warnings. Trek de mids. Als Colin hier gewoon 2 plekjes verliest. Terwijl hij er eentje kon pakken. Door Maggots, door Beckett. En dan weer. Daarna nog Chapel. Door naar de Hangar Straight. Colin heeft heel veel tijd verloren. De Red Bull achter hem zit nog vol met ERS. Gaat hij erachter zitten? Hij gaat er zeker achter zitten, maar dan gaat hij niet naast zetten. Want dat is nog te ver. Als Joppe Open Ignor hier de snelste ronde zet. En daar gaat Colin in de Alpine. Hij spint. En dat is sprint over hem. Verliest heel veel plekken. Als ze hier een hele mooie battle hebben met z'n allen. Terwijl Magical Reward nog steeds knippert. De Alpine. De Alpine van Bram. Tikt Reward eraf. We hadden zo'n zieke battle. Als de P1 en P2 Milan en Joppe gewoon wegrijden. 2 seconden voor Toby op P3. Dat gaat nog wel worden. Mercedes en Red Bull. Op Silverstone. Als ze hier in het midfield een Red Bull hebben. Een sneller Duncan. Vol met ERS. Vergeleken met een Max zonder ERS. Recht achter elkaar. Door kops heen. Als Max hem een heel klein beetje verliest. Duncan die hem maar naast zal zetten. Net niet snel genoeg. Ook gewoon wijs om hem niet naast te zetten hier. Maggots en Baggots. Op naar Chapel. Op het rechte stuk. ERS aan. En dan is het gewoon een sitting duck van Max. Nee, Max is de sitting duck. Niet van Max. Oké, laat maar. Als we hier gewoon een side-by-side hebben in de laatste 2 bochten. Een hele mooie overtake van Bram. Of het was een defense van Bram. Als Ignor hier heel dicht op Bram zit. Uitkijken voor het kleine dirty air. Een kleine beetje dirty air in deze game. Als Bram geen DRS heeft, wat volgens mij niet zo is, dan kan Omen Ignor gewoon toeslaan. En dan is de Alpine kwijt. Omen Ignor die heel erg wijd gaat. Maar Bram die er niet bij kan komen. En dan hebben we hier een side-by-side weer. Max en Quickly. Max die nog steeds zit te knipperen als sinds lap 2 volgens mij. Quickly zet hem ernaast. Doorkops corner. Gaat dit goed? Het gaat nog maar net goed hoor. En Colin die ervan profiteert. Max die er geen zin in had. Gaat te veel over de sausage curb ook. Verliest heel veel tijd. Gaat heel wijd ook. Max die zomaar van P9 naar P11 gaat. Colin met DRS open. Achter Quickly zonder DRS. Kan Colin nog een punch pakken in de sprint? Dan zou hij 2 plekken moeten stijgen. Als Duncan ineens voorbij schiet aan Jamie. En volgens mij heeft,
heeft Jamie iets van problemen, want hij verliest weer een plek aan Quickly. Jamie zit wel op die mediums, terwijl de rest op soft zitten. Quickly ook op de mediums. Colin die er snel voorbij moet gaan. Om misschien nog een punt te pakken in de sprintrace. Als Omen, Eknor en Toby weer zitten te stoeien met elkaar. Oh nee, wacht. Eknor is weggereden van Bram. Het was Eknor en Bram. Eknor die nu recht achter Toby zit. Toby die steeds meer wegzakt van Milan en Joppe. Terwijl Joppe nu voor Milan zit. Als ze een spin hebben. En wie mag dat zijn? Het is Jamie. Oi, oi, oi. Als Colin dus nu vrije ruimte heeft achter zich. Probeert een punt te pakken. Hoef je maar één positie omhoog te gaan. En heeft hij al een punt. In zijn, wat volgens mij zijn eerste race is. En dan hebben we hier Duncan en Quickly. Side by side. Makkelijke overtake van Quickly. Duncan zonder DRS. Zorgt ervoor dat Colin dan ook steeds meer naar hun toe begint te rijden. Twee drivers met een penalty. Doctavia en Magic Reward zitten ook lekker met elkaar te battelen. Een snelle sprint doen we dat. Als Bone ook eventjes 3 seconden meepakt. In zijn battle met Hurry. En we daar volgens mij de andere Colin die is gespind. Ondertussen rijdt hij alweer. Spoederman die P2, P3 lag. En nu P10. Kan die nog dichterbij komen? Of is zijn sprintrace helemaal kwijt? Als er weer iemand gespint is, dat is Doctavia. Ondertussen rijdt hij alweer. Gevaarlijke bocht hoor. Even kijken, welke is dat? De loop. Nee, entry. Doctavia die nu bijna onder druk gaat liggen van Colin. Brand die recht achter Toby zit. Waarom? Misschien daarna zetten. Heeft hij niet voor gekozen. Als hij een klein beetje wegglijdt, heeft zijn ERS aan in de bochten. Dat is niet handig. Dan kan je heel makkelijk wegglijden. Doctavia heeft een 3 seconden penalty nu. Doortrekken limits. Als iedereen knippert in ronde 7 van de 9. Battle om P3. 4 seconden weg. Zitten. 4 seconden verder weg, moet ik eigenlijk zeggen. Zitten Milan en Joppe. Joppe die nog steeds zit te knipperen. Milan die nog genoeg ERS heeft voor een hele lap. Gaat hij wel een beetje wijd. Jamie pakt er nog een 3 seconden. Milan moet elk moment wel iets gaan doen. Als hij nog die win wil pakken in de sprintrace. Colin is nog dichterbij dan ooit. Bij Duncan en Quickly. Het enige wat Colin hoeft te doen is één plekje omhoog schuiven. Maar deze battle is belangrijker. Battle om P3, het podium van de sprintrace. 3 auto's, 3 teams. 1 plek op het podium. En dan zet de Alpine Hummer naast. Ging nog maar net goed. In principe zouden de mediums veel meer grip moeten hebben op dit moment. Of op elk moment. In de race. Dan zou dat hier moeten zijn. Toby die hem nog heeft gepakt. Eknor die nu veilig de P3 probeert te pakken. 1 na laatste ronde. Ronde 8 van de 9. Rijdt Eknor op P3. Een seconde weg. Waardoor Bram en Toby allebei moeten strijden voor P4 nu. Toby die nu wel in het voordeel zit. Bram die er gewoon achteraan moet rijden.
proberen te kijken waar zijn die plekken waar ik nou sneller ben, waar ik een overtake zou kunnen plaatsen. En Duncan en Quickly, side by side, konden hiervan profiteren. Het is heel erg close hier. De battle voor P7 op ronde 8 van de 9. Terwijl Duncan nog steeds veel te veel ERS heeft. Gaat wel off-track, heeft al een penalty. Dus in principe heeft Colin al dat ene puntje in de sprint die nodig had. Spoederman kan ervan profiteren om P9 nog te pakken door deze penalty van Duncan. Quickly, die zijn best moet doen als de Red Bull van Duncan een momentje had. Colin die steeds dichterbij komt. Toby die nu heel dicht achter de Alpine zit. De Alpine van Bram heeft Toby ingehaald. Toby kan nu in de laatste ronde van de sprintrace Bram nog inhalen. Als hij het slim doet. Als hij eventjes wacht. Quickly heeft de 3 seconden. Colin heeft de plek gepakt van Duncan. Colin op dit moment op papier. Op de track. P8. En zometeen P7. Als Omen Nekdor ineens P2 ligt. Omdat Milan is gespind. Milan, zijn win, gaat hier gewoon de grond in de sprintrace. Hele sterke pace had hij. Net niet genoeg. Als teamgenoot van Joppe is gespind in Beckets. Toby die nu heel dichter achter Bram, zit. Toby die wel iets moet doen nu. Om misschien dat podiumplekje nog te kunnen krijgen. Aangezien Milan nu is gespind. Kan Toby nog die podiumplek pakken. Op P3. Laatste ronde. Op de hanger straight. DRS aan. Allebei knipperen ze. Ze hebben geen ERS meer. Side by side. Fijn. Krijgt een 10 seconden penalty. Voor track limits. Side by side nog steeds. Door de laatste paar bochten. Wie gaat de plek pakken? De Alfa Tauri of de Alpine? Side by side. Binnenkant is van de Alpine. Maar de Alpine is kwijt. Het is Toby op P3. Met Joppe op P1. Nekdor P2. Als er nog even de McLaren van Quickly er geen zin meer heeft. Als iedereen nu een beetje zo'n beetje finished. Magical Riard ook gefinished. Jamie bijna gefinished. Gaat nu de laatste paar bochten in. Met een hele spannende battle om P3. In de laatste ronde. In de laatste bochten. Toctavia is gedNF'd. Die heeft het volgens mij in de muur gegooid. Safety cars bestaan niet in deze tijd. Bone Clan is al gefinished, die was gelapt. Dus het gaat nu alleen maar om Hurry die eventjes over de lijn gaat. En dan de Williams. P16 voor Bone Clan. Wat een battle voor die P3 van Toby. Nekdor is de driver of the day in de sprintrace. GG's naar hem. En dan is het de sprintrace die gewonnen is door Joppe in de Mercedes. Nekdor op P2 in de Williams. Dan hebben we P3, hebben we Toby. P4 is Bram. Milan gespind in de sprintrace in de laatste ronde. Of ene laatste ronde was het. Op P5. Fishy op P6. Colin door penalties en een beetje geluk op P2. In zijn eerste sprintrace. En zijn eerste race in SRL. En hebben we Spoederman. Die de punten afmaakt in P8. Terwijl die begon vanaf P1. Wat een race. Joppe. Uit het niets gekomen naar P1. Vanaf P7. En Toby van P10 naar P3. Wat een resultaten.
Het is stil. Oh, hey, en daar zijn we weer. In de race. Zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Lampen gaan uit. En weg zijn we. Als er heel veel posities veranderen. In het eerste stuk. Als de Mercedes van Joppe een beetje wijd gaat. We hebben Quickly die nog niet eens van de baan is gegaan. We hebben Mezo Reward die is gespind. We hebben nog meer spins. En nog meer crashes. Het is chaos op de baan. Maar de belangrijkste plek is P1. 16e voorsprong voor Joppe in de eerste sector. Bram Gamer naar P2 gegaan. Als Toby van P3 opeens op P12 ligt. Fishy op P3. Milan van P5 naar P4 gegaan. Colin helemaal vanaf P7 naar P5. Twee plekken gewonnen. Zit nu recht achter het treintje van de leider. Met een klein gat van 17e naar Spoederman. En dan hebben we hier de mogelijke strategieën. Hard, medium. Medium, hard is ook een optie. En soft, medium en hard. Ik verwacht dat de meeste mensen op de hard zitten. En dan heb je nog een aantal op de medium. Stel, er komt een mogelijke eerste safety car in de beginnende rondes. Dan hebben de medium runners wat voordeel. Dan kunnen ze gelijk op de hards gaan. Spoederman verliest een beetje tijd. Gat was nog 6 seconden net. 16e net. Nu 18e. Hij rijdt nu wel weer meer dicht. Als onze leider een 1.32.8 heeft sinds de start van de race. En Max die lek krijgt. En daarmee een paar tienden verliest. Verliest ook bijna de plek. We hebben hier Jamie. Naast een Mercedes die van Toctavia is. Het leek alsof Toctavia Jamie eraf tikte. Als Toctavia hier op P17 zit. Quickly is heel erg langzaam van de lijn gekomen. Rijdt nu wel steeds dichter bij het groepje van de drivers. Joppe zit nog steeds op P1, maar Bram zit recht achter hem. En Sweaty Fishy zit tijd te verliezen op de eerste twee plekken. Waardoor Milan zometeen tijdens de DRS Sweaty Fishy kan inhalen. En Sweaty Fishy die zit al te knipperen. Het zal ook weer niet. Colin die ook wel tijd verliest op Milan. Spoederman die consistent achter Colin rijdt. Tussen de 6 en de 18e. We hebben hier heel veel positiewijzigingen. En we hebben hier side by side. Een Haas. Nee, een Alfa Tauri. En een Alfa Romeo. Twee Alfa's tikken elkaar de lichtjes aan. Max die verliest een extra plek erdoor. Op de hards. En we hebben natuurlijk Toby van P3, die op dit moment op P7 zit. Op de hards. Heeft een paar plekjes verloren. Heeft de DRS verloren op Spoederman. We hebben hier de Red Bull en de andere Alfa Romeo side by side. Hard tegen medium. Die mediums hebben op dit moment nog veel meer grip dan die hards. Als Colin eventjes kwam kijken. Koekeloeren naar Sweaty Fishy. Milan die op dit moment weer op P3 ligt. Hij is boos dat hij is gespind in de sprintrace van net. Hij wil die win pakken. Hij heeft de pace om die winst te pakken. Hij heeft nu het voordeel. Maar we hebben DRS van Fishy, van Colin, die heel dicht bij Milan komen. Milan die op dit moment heel veel moet pushen. Fishy die heel even zo vertrek ging. Dat is waarschijnlijk wel een track limit. Als Fishy slim is, dan blijft hij gewoon achter Milan. Totdat Milan hard genoeg heeft gepusht op zijn banden. Hij zit natuurlijk op mediums. Fishy zit natuurlijk op hards. Fishy die alleen gewoon rustig erachter hoort rijden. Milan die hun gewoon meetrekt naar het podium. En Colin kan er ook gewoon goed
achterblijven. Spoederman is ook gewoon nog steeds aangesloten. Toby heeft een 3 seconden gat naar Spoederman. Naar het treintje van de twee leidende groepjes. Als die als Duncan in entry een klein momentje had. Neknor die heel dichtbij Hurry is gekomen. En Condin die recht achter de Alfa Romeo zit. Lift wel een beetje, verliest een klein beetje tijd. Heeft wel een betere exit dan Fishy na Kops. Als ze in Maggots en Beckets gaan. Waar Condin in principe heel veel tijd wint. Moet natuurlijk wel een beetje liften. ERS aan, DRS aan. Fishy die gewoon moet blijven zitten. En kansloos is tegen die ERS van Colin. Aangezien Fishy natuurlijk geen ERS heeft. Spoederman. Ook heel dichtbij gekomen. Colin die twee keuzes heeft. Of hij laat Milan eventjes nog in die DRS komen. Of hij gaat hem gewoon zo meteen al aanvallen. Colin die denkt de juiste keuze te gaan maken zometeen. Als we een crash hebben of zo? Nee, we hebben gewoon een DNF. Oké. Twee DNF's, what the fuck? We hebben 16 mensen in plaats van 18 man. We hadden een volle grid. Milan is ondertussen aangesloten. Die heeft nu DRS gekregen. Fishy verliest tijd. Verliest DRS. Hij heeft geen DRS. Fishy heeft geen DRS. Spoederman die heel erg snel ineens ging remmen. En dan hebben we hier het leidende groepje. Milan heeft heel veel pace gehad. De afgelopen paar laps. Ging van P5 naar P3. Heeft volgens een gat van 3 seconden teruggereden naar een halve tiende. Bram staat op P1. Heeft minder dan 10% ERS. Zoppen is lastig te zien hoeveel ERS hij heeft. Ik kan wel eventjes telemetrie aanzetten. 29% tegen 4%. Joppe die zijn ERS nu zit te sparen omdat er een hongerige Red Bull zit. Waar Colin een hele mooie move bij maakt. Doudy inside. Door Stowe heen. Wat een mooie move van Colin. Als hier Joppe twee posities in één keer verliest. Nadat hij Bram wou inhalen. Joppe die ERS gebruikt. Colin die ook ERS gebruikt. Dat is 22 tegen 14%. Colin heeft zometeen DRS van Bram Gamer. Bram Gamer zit nog steeds te knipperen. Wat gaat het worden? Het zijn hard, medium, hard en medium. En dan ook nog eens hard en nog een keer hard. In het treintje Quickly. Red 1.29.6. Snelste lap van deze race. Colin remt laat. Shoppen remt eerder. Heeft een betere exit. Het gaat alleen om Woodcote. Nee, jezus. Over Luffield. Om Luffield. Door Woodcote heen. Joppe, die op dit moment P3 staat, stond net in de sprintrace. P1. Voor een hele lange tijd. Spoederman krijgt een 3 seconden penalty. Dat gaat zijn race wel pijn doen. Dan gaat hij nu zakken naar P6. Met Fishy achter hem. Gaat Colin op dit moment Bram Gamer inhalen. Bram op dit moment kansloos. Hij heeft geen DRS. Dat is een victory voor Colin. Hij moet alleen nog 20 rondjes verder rijden. Alleen Bram heeft een hele snelle exit. Gaat hij hem switchbacken door de laatste bocht heen? Dat doet hij niet. Net niet genoeg snelheid. Gebruikt zijn ERS een klein beetje. Colin die op dit moment 11% heeft tegen 5% van Bram. Bram is hongerig naar de win. En niet alleen Bram. Joppe is er ook bij. En Milan is er ook bij. De battle voor P1 is aan. Colin gaat kansloos zijn op heel even weg. Ben er weer.
Bram Gamer. Doorkomstscore naar 1. Hongerig naar die eerste plek. Geen ERS, maar wel DRS nadat we door Maggots & Baggots en Chapel zijn gegaan. Duncan met een 3 seconden. Bram haalt hier Colin in door Stowe. Houdt Colin de plek nog, is de vraag? Nee, zeker niet. Gaat Colin hem hiernaast zetten? Gaat hij hem diven? Hij gaat er niet voor. Hij houdt de pit 2. Oeh, en een weer Zoppen is gespind. Zoppen van P3 naar P6. Met een 3 seconden time penalty. Gaat denk ik na afloop van de race weggehaald worden. Of het is een oprechte, terechte penalty. De crossover period van de mediums naar de hards is nog niet aanwezig. Mediums zijn nog steeds sneller als ze in ronde 8 van een 26 zijn. Het is 50% ERS tegen 14 tegen 5. Colin komt heel dichtbij met de DRS. Niet dichtbij genoeg. Tenzij je laat remt. Kijkend naar de plekken waar hij tijd wint. Op de exit verliest hij een beetje tijd. Gebruikt zijn ERS. Tactisch. Terwijl Milan hier weet dat hij meer ERS heeft als hij de twee voor zich ziet knipperen de hele tijd. Hij spaart zijn banden, zodat hij een langere stint kan doen. Versere hards. Fishy heeft ondertussen ook een 3 seconden time penalty. En Colin die hier mogelijk weer van positie gaat switchen. Gaat hij het doen of niet? Door Stowe, hij gaat het niet doen. Bram ging in defensive, Colin kon er niet naast. Heeft Colin een betere exit? Nee, dat heeft hij niet. Hij gaat niet voor de dive. Met een dive in de laatste twee bochten verlies je heel veel tijd. Oh, we hebben een safety car. Dames en heren, we hebben een safety car. Wat is hier gebeurd? Wie heeft die safety car veroorzaakt? Als er heel veel mensen de pits in gaan. En dit zei ik al aan het begin van de race. Als je mediums hebt, dan kan je heel makkelijk nu naar de hards en de race uitrijden. Hardrunners hebben die keuze niet. De tweede helft van de grid gaat nu pitten. Daar vallen de Aston Martins ook onder. Gaan ze dubbelstek is de vraag. Ja of nee? Dat doen ze zeker. Hypo te I hurry. Gaat op de softs. Interessante keuze. Als dit groepje hero lekker bij elkaar zit. Maar dit is het leuke. We hebben de Alfa Tauri's die naast elkaar zitten. Wat gaat hier gebeuren? En we hebben natuurlijk de Red Bull die net gepit is met het groepje achter hem. Die mogen gewoon doorrijden. De safety car die rijdt niet door. Gaat de Red Bull gewoon nog die pole position pakken, de P1 pakken. Gaat de tweede helft geluk hebben met de safety car, dat ze nog konden pitten. Tijdens de safety car gaan ze die plekken houden. 15 seconden. In principe is de pitlane van Silverstone heel erg traag. Je mag er maar 60. Het is een hele smalle pitlane. En hij duurt heel erg lang. 5 seconden. Het tweede helft van de grid. De tweede helft van de grid gaat gewoon naar voren. Ze winnen gewoon een halve grid. Wat zijn die kansen? De Alfa Tauri's gaan allebei naar binnen. Gaan gewoon dubbel stekken. Ze kiezen ervoor. We worden overtakes gegooid in de pitlane. Chaos ontstaat. 5 seconden penalty voor collisions in de pitlane. Colin in de pitlane staat op dit moment gewoon eerste. Zakt helemaal onderaan. Bram heeft ervoor gekozen om niet te gaan pitten. Om die position te behouden. Milan heeft er ook voor gekozen. En teamgenoot van Milan, Duncan, heeft al gepit. Gaat Milan zijn teamgenoot voorbij laten om zijn teamgenoot
een kans te geven om te winnen. Het is chaos. Colin rijdt als eerste van de mensen die zijn gepit in de tweede helft van de safety car in principe. Wat een chaos allemaal. Safety car gaat als het goed is deze ronde naar binnen. Zorg ervoor dat je banden warm zijn. Vooral degenen die net gepit zijn. Als Colin op P10 staat. Op de hards. Op welke banden staat iedereen? Even kijken. We hebben Bram 9 laps op de hards. We hebben Milan 9 laps op de mediums. Die had beter kunnen pitten. Duncan 1 lap op de mediums. Heel veel medium runners. Tot aan de hardrunner van Magic Reward. Dan hebben we een softrunner ertussen. En dan hebben we 2 hards. En dan hebben we Colin op de hard. En de rest mediums. Ik snap de keuze van mediums niet helemaal. Want die hards die zijn zien er even snel uit als de mediums in het algemeen. En die hards die hebben aan het eind van de race nog gewoon grip. Dus dat is zeer bijzonder. Dan gaan we even kijken. Wie heeft hoeveel plekken gewonnen of verloren? Safety car in de slap. Bram Gamer, 3 plekken gewonnen. Milan, 3 plekken gewonnen. Duncan, 7 plekken gewonnen. Omen Eknor heeft 2 plekken verloren wel. En Spoederman die wou even inhalen. Als we even gaan meekijken met Bram Gamer. Die de safety car gaat beginnen. De safety car restart gaat beginnen. Op P1. En Milan die heeft ervoor gekozen om in de pitstop te gaan pitten. Terwijl de safety car naar binnen gaat. Bram Gamer is weggegaan. Duncan zit erachter. Neknor zit erachter. Jamie zit erachter. Quickly zit erachter. Matthew Greenward zit er niet achter. Die is heel even gaan slapen. En Colin die is ook gaan slapen, zie ik. Slapen, zo. Als Hurry niet doorrijdt vergeleken met de hardrunner. Met zijn softs. Colin komt natuurlijk vanaf P7. Stond net nog P1 tijdens de safety car. Totdat hij ging pitten. Verliest nu de plek door Fishy. Gaat hij de switchback doen? Hij gaat het niet halen. Fishy die sluit die deur net voordat hij hier wil. Als Duncan eventjes problemen had met Neknor. Neknor die heeft Quickly zojuist ingehaald. We hebben een Milan die net is gepit. Staat helemaal achteraan. Kon beter pitten met de leiders. Als er heel veel mensen zijn die ERS gebruiken. Waaronder Duncan. Heel veel ERS gebruiken. Door Stowen heen. Wint die plek. Dan hebben we Bram Gamer die onder druk staat van Omen Eknor. Omen Eknor die hem niet dived. Bram die hem wel dived. Raakt de Red Bull. Wint hij de plek nog? Nee. Wel. Nee. Het is heel close allemaal. Hij heeft hem net niet. Quickly heeft de plek gewonnen van Eknor. Matthew Greenward zit er nu recht achter. Als het heel veel auto's heel dicht bij elkaar zijn. Als er heel veel auto's ook side by side met elkaar gaan. 3 wijd zelfs. Colin, Fishy en Joppe. Colin die hier de plek probeert te pakken van Fishy. Fishy die al knippert. Oh, en Colin die spint hem maar houdt hem wel. Wat een save. Verliest hij wel 3 plekken. 1, 2, 3. Fishies, Joppen en Vine. Die er gewoon eventjes voorbij schieten. Als ze hier aan de rechterkant van ons scherm een Aston Martin hadden. Van Jamie. Die geen verwondingen meer heeft. Dus een kale Aston Martin. Hij kan hem wel terugbrengen. Ik bedoel, Lance Stroll kon dat niet. Hij heeft wel 10 seconden penalty gekregen. Even kijken. Wat zijn de penalties? 3 seconden voor Duncan op P1. 7e plek heeft 3 seconden. Dan hebben we Joppe
heeft 3 seconden. Sweaty Fishy heeft 3 seconden. Vine heeft 3 seconden. Als het zo gaat, heeft Colin nu nog steeds gewoon P7 door alle penalties. Spoederman heeft ook 8 seconden. Heel veel penalties. DRS staat aan. Maar dat heeft Toctavia nog steeds wel nodig. Als Toby in de Alfa Tauri 29.4 rijdt. Snelste ronde van de race. Zo. Als er chaos ontstaat met een spin van Bram Gamer. Stond net nog P1. Staat nu helemaal laatste bijna. Want Milan rijdt nog steeds helemaal achteraan. In zijn eentje. Collins staat weer P9. Of weer P9. Staat P9. Fishy die bijna Huri eraf rijdt. Side by side. Door Luffield heen. En de Aston Martin geeft gewoon helemaal geen ruimte. Heeft er geen zin meer in. Duwt Fishy buiten de baan. Houdt zijn plek wel nog. En dan hebben we hier een moordactie bijna. Terwijl er gewoon een Alfa Tauri naast probeert te zitten. Geen zin in. Gevaarlijk. Niet doen. In Maggots and Maggots. Fishy die je wel daarna zet bij Huri. Het is een hevige battle hier. Tussen de Aston Martin en de Alfa Romeo. Alfa Romeo gaat hem. Het is 4 wijd, jongens. 3 wijd, 4 wijd, 5 wijd, 12 wijd. Ik heb geen idee. Colin spint. Het chaos ontstaat. En Vine ligt eruit. Frontwings zijn gebroken. Relaties zijn gebroken. Safety cars zijn op de baan. Virtual safety car dan. Op de baan. Colin. Plekken verloren. Heeft wel nog een wing. Fishy die een van de oorzakers is. Heeft zijn frontwing gebroken. Colin die rustig doorrijdt. Tijdens een virtual safety car. Chaos ontstaat. En er is rust. Er is weer rust. Heeft Milan de plek van Sweaty Fishy gepakt? Ja of nee? Jazeker. Milan pakt zijn overtake. Wat wel heel even mocht duren. Heeft 5 seconden al gewonnen. Sinds de tijd van de pitstops. Milan die natuurlijk tijdens de safety car restart ging pitten. Wat geen slim idee was. Verloor 25 seconden. Staat nu op 20 seconden achter Colin. Die op P11 staat. Stond net nog P9. Door een crash. Een lap geleden. Dat was door Stowe heen. Nee, Huri heeft 3 seconden erbij. Heeft op dit moment 6 seconden penalty. Safety car is geëindigd. DRS is weer aan. Nagnor gaat Duncan inhalen. Voor de eerste plek. Als we hier Joppe die Bram er even voorbij schiet hebben. Bram die gaat pitten. Heeft hij damage? Nee, maar hij pit wel met zijn oude banden als ik het goed heb. Jazeker, 13 laps. Veel te oud. Weg ermee. Op naar de mediums. Hurry. Softs zijn gewoon op. Colin schiet weer op 2 plekken omhoog. En Milan, die gaat waarschijnlijk die 2 plekken ook pakken. Waardoor hij in de punten belandt. Colin die een mogelijke, makkelijke overtake zou kunnen krijgen. Door de DRS te hebben op Spoederman. Spoederman zonder DRS met een 8 seconden penalty. En dan schiet Colin er voorbij in de Haas. Beter dan het echte leven in de Formule 1. En dan kunnen we ook zeggen over Omen Eknor. 2 seconden weg van Toctavia die bijna recht naast Twiggy zit. Nee, naast Toctavia, naast Duncan zit. Zo, dat ging soepel. En Quickly, die gooit er even langs. Matthew Grillard zit gewoon te botsen. Het is geen botsauto's, jongens. Laten we het rustig houden met elkaar. Die er ook gewoon voorbij schiet aan Duncan. Duncan verliest 2 plekken. Had 3 plekken in principe verloren tijdens zijn battle met Toctavia. De Red Bull coureur. Met een penalty. Met pech. Als Colin plek heeft verloren aan Spoederman. Hij krijgt die 3 seconden.
door gewoon op het gras te rijden. Bram heeft ook een penalty. En Colin die gewoon alleen DRS hoort te krijgen. Gewoon erachter rijden. Laat Spoederman aansluiten bij Zoppen. Zou ik zeggen. De safety car heeft het veld omgekeerd. DRS aan. Spoederman houdt zijn ERS nog wel. Colin net niet snel genoeg om die plek te houden. Is wel snel genoeg door de bocht heen. Wint daardoor wel een paar tienden. Op de exit verliest hij weer een tiende. Maar dat maakt niet uit. Gebruik zijn ERS. Zit op 10% vergeleken met 70%. Wat een verschil. Door kopscorner heen. Colin durft niet vol gas te gaan. Probeert een beetje te liften. We hebben hier Fishy en Hurry. De veroorzakers van de crash van net. Side by side. Door Woodcote heen. Hurry die de plek wint. Magical Reward. Dive Duncan. Duncan verliest weer een plek. Nadat hij een plek had gewonnen volgens mij. Als ik het goed heb gezien. Magical Reward gaat eventjes buiten de baan. Heeft geen ERS meer. Duncan heeft zeker nog ERS. Fishy krijgt weer 3 seconden. Het is chaos in Silverstone. DRS aan. Vergeleken met de DRS die niet aan is bij de Haas van Magical Reward. Duncan heeft er weinig van geprofiteerd. Gaat wel aan de binnenkant door Liffield heen. Side by side met de Amerikaanse Haas. Er is lag. Heel veel lag. Duncan wint de plek. Fishy leaves the game. De sessie. Hij krijgt bijna 3 seconden penalty die Magical Reward. Hij moet ervoor uitkijken. Zoppen is ondertussen bijna aangesloten. Samen met Toby. En Spoederman zakt weg. En Colin zakt nog erger weg. Octavia wint de plek. Duncan wint geen plek, want hij verliest er een. Aan Magical Reward zonder ERS. Vergeleken met een Red Bull vol met ERS. En de en de Haas die glijdt er een partijtje vandoor. Hij zag bijna God is voor zijn ogen. Maar nee hoor, nee hoor. Hij gooit de switchback op het rechte stuk. Side by side. De Red Bull gaat buiten de baan. Moet er terugkomen. Hij spint. Joppe die de plek wint. Samen met Toby. En Duncan die hier nu rijdt. Kon winnen. Heeft hij niet gedaan. Spoederman krijgt misschien nu positieve sfeer. Positief gevoel dat hij sneller is. Dat hij de DRS kan halen. Van Duncan, waardoor hij Colin achter zich kan houden. Gaat het lukken om Duncan bij te houden? Ja of nee? Als we hier een hele spannende battle voor ons hebben. De battle voor P4. Toby, Zoppen en Magical Reward. DRS gaat aan. Iedereen knippert. Niemand heeft ERS meer. Behalve de ene 2% van Zoppen. Waardoor die Magical Reward kon inhalen. Recht als zijn teamgenoot zit. En een Manector die gaat pitten. Samen met Octavia. Dat is een interessante keuze. Een hele interessante keuze. We hebben natuurlijk heel veel medium runners. En een aantal hard runners. Kan Colin nog heel veel plekken winnen? Ja of nee? Er gaan nog pitstops vallen, denk ik. Als er nog 7 laps te gaan zijn. Colin opgestegen naar P7. Niemand achter zich. Probeert Spoederman weer bij te houden. Spoederman rijdt langzamerhand steeds dichter bij Duncan. Die een beetje afzwakt.
waardoor Toby, Metzo Kriwaard en Zoppe proberen te rijden naar Quickly. Zoppe natuurlijk met een time penalty van 3 seconden. Colin wint op dit moment 1 plek als hij finisht. Duncan wint geen plekken, verliest geen plekken aan de penalty. Zoppe onder andere, Zoppe aan de andere kant, verliest wel 3 plekken. 2 plekken trouwens. Het zijn 3 auto's, 2 plekken. Aan Magic Reward en Toby. Toby die een podium kan pakken als hij blijft rijden, maar dat doet hij niet. Hij gaat pitten. Hij gaat ook pitten. De medium runner van Toby, de medium, gaat pitten. Hij gaat pitten. Wat doe je op je mediums? Waarom pit je dan? Ga dan op die hards. Of je moest op de hards beginnen. Duncan wint het plekje. Colin wint het plekje. Stijgt op naar P5. De man die mij hier heeft gebracht, in principe. Omen Ekdor wint het plekje ook. Als we Nektor hebben op de softs, Doctavia op de softs, Milan op de hards. Op dit moment P8 stond 20 seconden achter. 25 seconden trouwens. 25 seconden nog. Na de safety car. Bram op de medium. Toby op de soft. Recht achter Bram. Met een 6 seconden Bram. Toby zonder time penalties. Bram gaat weer off track. Heeft moeite met die medium. Zit te knipperen. DRS gaat aan. En mijn batterij is bijna leeg van de controller. Als Toby een makkelijke plek pakt. Op de softs. Veel sneller. Colin is aangesloten bij Duncan. In principe. Krijgt de DRS. Gaat aan en rijdt achter Duncan officieel voor P4. Als Colin zo door blijft rijden en de pace vasthoudt, kan Omen Ekdor niet binnen die 3 seconden komen. Maar het is soft tegen hard. En dat is toch wel echt een heel groot verschil. Terwijl Colin hier wel echt op de hard zit vergeleken met een medium runner. Die een lap ouder is. Lap 12. Voor Duncan op zijn mediums. En 11 laps op de hards. Voor Colin. Omen Ekdor heeft de snelste ronde gereden van de race zo net. Zit daardoor steeds sneller dichterbij te komen. Colin haalt Duncan in voor de 4e plek. Haas op P3 en P4. In het echte leven zou dat niet mogelijk zijn. En hier gebeurt het toch echt wel. Teams maken niet uit. Het gaat alleen maar om de coureurs. Colin rijdt heel erg snel weg van Duncan. Zo snel mogelijk. Want we hebben hier een softrunner. Met 3 laps oude softs. Achtervolgt. Een oude medium runner. En een semi-oude hardrunner. Om een podium te krijgen. Op dit moment 3,6 seconden. 3,5 seconden. Gaat elke keer een 1/10 vanaf. Per seconde bijna. Per bocht. Duncan moet gaan uitkijken. Colin moet gewoon weg gaan rijden. Zo snel mogelijk. Als je kan. Nektor zit binnen de 3 seconden al van Duncan. En zometeen binnen de 3 seconden van Colin. Nektor moet geen fouten maken. Wil die podiumplek nog misschien kunnen bemachtigen. Is heel lastig. Gaat voor P4 denk ik. Als Spoederman de snelste lap afpakt. Het puntje wegstilt van Omen Ekdor. Spoederman P11 krijgt geen punt ervoor.
tot hij in de top 10 zit. Hij heeft 8 seconden penalty. Bram heeft ook een 8 seconden penalty. Even nakijken. Nee, het is een 6 seconden tegen een 3 seconden penalty. Dus het enige wat Spoederman moet doen is binnen die 3 seconden van Bram komen. Op dit moment 7 seconden. Op dit moment ook Omen Hector binnen de 3 seconden van Colin. Colin probeert zo ver mogelijk weg te rijden. Komt steeds dichter bij Magical Reward. Is Duncan genoeg om Colin dat plekje te behouden? Dat is de vraag. Spoederman krijgt een 3 seconden penalty. Gaat zijn versus lap niet kunnen incasseren. Het puntje gaat niet naar hem. Het puntje blijft weg tot iemand anders een versus lap rijdt. Gaat Duncan proberen te verdedigen tegen Omen Hector om de plek op de baan te behouden? Dat is de vraag. Omen Hector met een klein foutje. Scheurt er voorbij. Veel meer grip. Veel meer snelheid. Als het tot de latere rondes gaan. Het veld is heel erg verspreid. Het groepje van Duncan, Hector en Colin is op dit moment het groepje waar we naar kijken. Is ook het enige groepje dat nog goed kan vechten voor een positie. Colin die steeds sneller is. Hector zonder ERS. Duncan met ERS. Kan veel meer gebruiken. Doet hij niet. Blijft achter Hector. Kan er wat gebeuren. Als we hier een lapt Alfa Tauri Alfa Romeo krijgen. Omen Hector heeft een 3 seconden time penalty. Wat een chaos. Magical Reward rijdt steeds dichter bij Joppe. Probeert binnen de 3 seconden te komen. Heeft geen ERS meer. Maar hij probeert het toch. Om die tweede plek te krijgen. Een Haas P3, P4. Een Haas P2, P4. Het kan allemaal nog gebeuren. Colin rijdt steeds sneller weg. Maar we hebben hier een Omen Hector. Die ook op lage ERS zit. Wel met DRS. Gaat hem niet inhalen. Heeft wel oude softs. Even kijken. Naar de banden. 5 laps aan softs. In principe. Omen Hector. Met het voordeel. Veel meer grip. Gaat alleen in de ene laatste. In lap 25 en lap 26 moeite krijgen. Met die softs van hem. Mocht hij nog snel genoeg willen gaan. Omen Hector. Met een 2-stopper probeert de plek te krijgen van de 1-stopper van Colin. Haalt hem in op de hangar straight. Colin, die er gewoon achter kan blijven rijden, probeert druk te zetten op Omen Hector. Zodat Omen Hector misschien, heel misschien, een fout maakt. Of gewoon die banden laat overkoken. Toby, dicht bij Milan. Enige 2 naast Magical Reward en Quickly zonder een penalty. We hebben hier 4 man zonder penalty van de 13. Als Octavia is gespind of zo, verliest daardoor 2 plekken, zou hij sowieso hebben verloren. Het is een soft tegen een hard. Waardoor er nog een kans is dat Toby de P7 gaat pakken. Wat een move. In de binnenkant. Naar de Wellington Straight. Met DRS nog. Terwijl Toctavia hier gewoon voorbij vliegt aan Toby. Toctavia wel met een penalty. Toby die heel erg hongerig is naar die baanplek. Wil niks weten van die penalties. Colin rijdt nog steeds achter Omen Hector. Omen Hector wint wel heel veel tijd.
Is het genoeg om Colin weg te houden van de race? Is het genoeg om bij die DRS te komen van Magic Reward? Als er bijna nog maar één lap te gaan is. In de ene laatste lap. Quickly, in de laatste lap. Ver voor het veld. 9,6 seconden. Wat een dominantie. Van de McLaren coureur. Terwijl hier voor het podium, net voor het podium bedoel ik, een hevige battle is. En voor de punten, Toctavia tegen Spoederman. Spoederman met, als het goed is, nog steeds de snelste lap. Even factchecken. Ja, zeker. Spoederman moet in die podiumplekken komen. Doet hij het niet? Nee, in puntenplekken. Jezus, doet hij het niet? Krijgt hij geen extra punt. Op dit moment. 14e. Allebei 6 seconden. Penalty. Spoederman moet echt in die laatste lap de plek gaan pakken van Toctavia. Op de hanger straight. Als ze heel eventjes teruggaan naar de coureur. In zijn eentje. 10 seconden weg van het veld. Door Stowe heen. 8% ERS. Op zijn mediums. Hij heeft zijn best gedaan. En wat heeft dat uitbetaald? P1 voor Quickly. En Joppe. Die hier. Veilig en wel. Met 3 seconden. Op P2 blijft. Meso Reward. Verliest geen plekken. Omeneknor verliest geen plekken. Gaat naar P4. Colin naar P5. Heeft Omeneknor niet genoeg kunnen pressurizen. Als Toctavia hier. Oh, Spoederman rijdt ineens op P9. Heeft 2 plekken gewonnen. Gaat wel een plek verliezen aan Toby. Maar gaat wel die extra punt pakken. Van de snelste ronde. Spoederman naar P9. Toby naar P9. Spoederman zakt naar P10. Toctavia P11. En dan hebben we hier. Hippo de T-Hurry. Als laatste over de finishlijn. Een geweldige race. Heel veel gevechten. En 1 driver of the day. En 1 winnaar. En gewoon chaos. Het was een hele spannende, snelle, vlugge, onvoorspelde ding, race ding achtige shit. En daar hebben we het podium. Quickly op P1, Joppe P2 en de Haas van Magical Reward op P3. En dan hebben we hier de race-uitslag van het hele weekend. Joppe heeft nog steeds wel dat ene win-ding gehaald van het hele weekend. Staat op P1. Quickly P2 met 25 punten. 1 punt minder dan Joppe, die in de sprintrace 1 punt heeft gehaald. Waardoor hij in de race tweede kon worden. Joppe heeft de sprintrace gewonnen. Dat bedoel ik. Zo. In ieder geval. Quickly op P2. Nekdoor, P3, Magical Reward op P4. Voor zijn teamgenoot Colin. Milan gaat naar P6. Bram op P7, Toby op P8. Duncan op P9. P10, Sweaty Fishy. P11 met evenveel punten. Spoederman heeft dat ene puntje van die snelste ronde toch goed uitbetaald. Toctavia zonder punten. Hurry ook zonder punten. Vine zonder punten. Jamie zonder punten. Boneclan, Faith zonder punten. Colin zonder punten. En Max zonder punten. Geweldige race. Van P9 naar 1. Van P12 naar P3. Chaos ontstaat tijdens een safety car. En de achterkant van de grid pakt het voorsprongetje. En daardoor konden ze de race winnen. Dat was het commentaar voor vandaag van het ronde 10 op Silverstone. Bram, ik hou ook van jou. Juist. Heel erg bedankt voor het kijken en luisteren naar deze race commentaar
shit ding. En dan zie ik jullie de volgende keer. En